verbouwing van het oude V&D-pand is in volle gang. Na de sluiting van het warehuis is begonnen met een verbouwing om nieuwe bedrijven een plek te bieden in het pand. Het eerste bedrijf dat koos voor het oude V&D-pand is sportketen Topshelf. Het bedrijf zal zo'n 10.000 vierkante meter van het oude pand innemen. Ook Laplace wil terugkeren in het oude V&D-pand, maar de horecavergunning is nog niet afgegeven. Wie zich verder aan het pand zullen vestigen is nog onbekend. Wethouder Ben van Hees kondigde in april aan dat gerenommeerde internationale winkelketens naar Nijmegen zouden komen. Maar vooralsnog blijft het bij Topshelf. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.